Het wordt vandaag een regenachtige dag en het wordt niet warmer dan een graad of 14. Dit is het TV West nieuws van vrijdag 12 oktober. Ik ben Hester Boer. Een man heeft gisteravond bijna een uur bekneld gezeten na een aanrijding in Krimpen aan den Lek. Even na 9 uur reed hij frontaal op een vrachtwagen. Het slachtoffer reed richting Lekkerkerk en kwam door onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht. Bij de botsing kwamen vooral zijn benen klem te zitten. Volgens de brandweer was het daarom lastig om hem uit de auto te krijgen. Volgens de politie komt hij uit Krimpen aan den Lek. Politie Haaglanden heeft gisteravond getuigen gezocht van de moord op de 41-jarige man die vorige week werd gevonden in Bergijk. De politie deelde folders uit in de straat waar zij vermoedt dat de man om het leven is gebracht. In de Paterswoldestraat in de wijk Eskamp werd al een verdachte aangehouden toen het slachtoffer Michel Gordijn nog zoek was. De politie zoekt getuigen die zo'n 2 weken geleden hier iets verdachts hebben gezien. Nou, omdat uit het rechercheonderzoek gebleken is dat de man zeer vermoedelijk hier in een woning in de Paterswoldestraat om het leven is gebracht. En dus niet in Bergijk? En dus niet in Bergijk, inderdaad. De politie pakte vorige week dinsdag eerst 2 verdachten op en vond een dag later het lichaam van Gordijn in de bossen van Bergijk in Brabant, vlak tegen de Belgische grens. Nou, dat is inderdaad heel uniek, dat komt niet vaak voor, maar er waren hele sterke aanwijzingen dat zij mogelijk iets te maken hadden met de verdwijning van deze man en uiteindelijk ook het misdrijf. De politie wil nog niets zeggen over de toedracht. Wel weten we dat de familie zegt dat het slachtoffer een verslaafde kruimeldief was. En de buren kennen de verdachte als een bij tijd en wijle agressieve glazenwasser. Hij was wel een goede vent hoor. Hij was de glazenwasser van ons portiek. Ja. Vandaar. Hij sloeg zijn vriendin wel eens of zo, maar niet echt. Niet dat ik zou denken van dat hij er eentje zou vermoorden eigenlijk, dat niet. Maar... De politie heeft haast om het onderzoek af te ronden, want begin volgende week moet de rechtercommissaris besluiten of de verdachten nog langer in voorarrest mogen blijven. Er komen misschien acties op het provinciehuis van Zuid-Holland. De ambtenaren zijn boos dat 250 collega's worden ontslagen. Er is al een jaar overlegd over een sociaal plan voor de ambtenaren die ontslagen worden, maar dat heeft niets opgeleverd. De provincie blokkeert volgens de vakbond Avocabo elk fatsoenlijke oplossing en dreigt de ambtenaren op straat te zetten zonder uitzicht op een baan. De bond denkt na over stappen tegen de provincie. De provincie moet de komende jaren fors inkrimpen omdat ze tegenwoordig veel minder taken heeft. Oegstgeest en Leiden zijn in de ban van een loslopend hert. Het is al gespot op de Lange Voort en op de Hofbrouwerlaan in Oegstgeest. Ook op de Houtlaan in Leiden is het dier gezien. De politie raadt mensen aan het hert vooral niet op te jagen, maar meteen 112 te bellen. Bijna een jaar geleden was er nog grootse consternatie in Leiden-dorp. Ook daar liep een hert los in een woonwijk, maar dat is doodgeschoten. Dat leidde tot grote verontwaardiging. In een kinderdagverblijf in Delft heeft brand gewoed. Dat was gisteravond in het Knuffeltje aan de Mozartlaan. Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand in het pand. De brandweer moest een spouwmuur slopen om bij de brandhaard te komen. Volgens een medewerker kan het kinderdagverblijf vandaag niet open. De brand is misschien aangestoken. 3 jongens moeten vandaag voor de rechter komen vanwege een vechtpartij in Schravenzande. Het gaat om jongens van 15, 16 en 17 die deze week van hun bed zijn gelicht. Ze zouden een maand geleden een groep jongeren hebben mishandeld. Dat gebeurde in een parkje aan de Koningin Julianaweg. De jongens deelden zonder aanleiding klappen en karatetrappen uit. Een van de slachtoffers raakte zelfs buiten westen. Volgens de politie worden er nog meer arrestaties verricht. Lessen Pools op de middelbare school naast Duits, Frans of Engels. Op het Aloysius College in Den Haag kan dat na de herfstvakantie. En het is de enige middelbare school in Nederland die die taal aanbiedt. Mili widzowie, mam na imię Marta i po wakacjach będę miała lekcję polskiego. Dit is Marta. Ze zit in 4 HAVO op het Aloysius College in Den Haag. En na de herfstvakantie begint ze met lessen Pools. Voor haar geen enkel probleem, want zij spreekt die taal vloeiend. Ja, ik spreek het. Ik kom zelf uit Polen en mijn ouders ook. Initiatiefnemer van de lessen Pools is leraar Duits Wim Jansen op de Haar. Hij verbaasde zich erover dat er nog geen middelbare scholen zijn die Pools geven. Er zijn basisscholen in Den Haag. Je kunt Pools studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Op middelbare scholen is niks. In het hele land niet. En wij hebben hier de primeur en ik ben daar heel trots op. Maar waarom eigenlijk Pools? Voor Marta is het duidelijk. Voor het VWO heb je wel een andere taal nodig, behalve het Engels. En ja, ik ben niet echt een taalpersoon, zou ik maar zeggen.
En omdat je Pools dan al spreekt, denk je dat is dan lekker makkelijk. Ja, eigenlijk wel. En ook de rector van de school ziet er wel aardigheid in. Nou, Pools, omdat er inderdaad in dit land veel Polen zijn. En het toont ook weer dat je meer begrip over en weer krijgt als je de taal beheerst. En in dat kader, ook in de kader van tolerantie in dit land, vinden wij dat Pools daar prima bij past. En dan maar te hopen dat de docent Pools de taal beter beheerst dan degene die het initiatief heeft genomen voor deze lessen. En dan kijken we nog even in de kranten van vandaag. In het AD is te lezen dat criminelen binnenkort niets meer hebben aan gestolen mobieltjes. Vanaf volgend jaar gaan telecomproviders op afstand ervoor zorgen dat die mobieltjes onbruikbaar worden gemaakt. En dat moet ervoor zorgen dat er minder mobieltjes gestolen worden. En straatkrantverkopers in Den Haag hebben hun eigen bedrijfskleding gekregen. Dat meldt de Telegraaf. Verkopers van het Haagse Straatnieuws en de Haagse Daklozenkrant hebben al een aantal jaar te maken met valse concurrentie. De nieuwe hesjes moeten ervoor zorgen dat meteen duidelijk is wie de verkopers zijn van de officiële straatkrant. En tot zover het TV West nieuws van vrijdag 12 oktober. Meer nieuws vindt u op omroepwest.nl of op 89.3 Radio West. Ik wens u nog een hele fijne dag.